het weer een keer zeggen. Het is weekend. Dit is weer de eerste weekendvlog na Vlogmas. Het is nu vrijdagmiddag. En ik ga weer weekendvlogs uploaden. En natuurlijk niet alleen de weekendvlogs, maar ook de weekvlogs. Maar ik begin hiermee. En ik heb een superleuk weekend voor de boeg. Want morgen ga ik naar Amersfoort, naar vrienden van mij. Gaan we een pokeravondje houden. En zondag ga ik met Suzanne op stap van Vraag het Suus. Daar heb ik zoveel zin in. Dan gaan we naar Hilversum, naar het Mediapark, naar de Top 2000. En ik weet niet of we ook echt de Top 2000 Café binnen gaan. Maar Martijn Nijhuis, dat is ook een YouTuber. Ja, hij is van beroep is die nieuwslezer. Maar hij heeft ook een YouTube kanaal. En die geeft daar volgens mij een quiz of iets dergelijks. En die had vlogkijkers uitgenodigd. Nou zijn Suzanne en ik allebei groot fan van zijn vlogs. Dus we gaan gewapend met onze vlogcamera's richting Martijn zondagochtend. Dus daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Dus een superleuk weekend voor de boeg. Morgen. Dat was wat. Ik was gisteren naar mijn ouders gegaan om even te eten. En daarna kwam ik thuis en ik was zo ongelooflijk moe. Dat ik dacht, weet je wat, ik ga even een klein dutje doen. En dan kan ik er daarna weer tegenaan. Dus ik ben om 7:00 denk ik naar bed gegaan. En vanochtend om 8:00 werd ik wakker. Nou, 7:30 denk ik. Dus, lekker geslapen, dat dan weer wel. Ik had het nodig blijkbaar. Dus het is nu zaterdag. Ik heb al een video geëdit. Ik heb gedoucht. Ik heb ontbeten gedaan. Het is 11:00. Er staat nu nog een vlog in de render. En ja, ik ga straks naar Amersfoort. Daar heb ik heel veel zin in. Ik neem jullie wel mee. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of ik daar kan filmen. Omdat, ja, geen idee of zij dat willen. Maar goed, we zien het wel. We hebben om 3:00 afgesproken, dus ik ga rond 2:30 hier de deur uit ernaartoe. Dan ga ik even denken. Dan gaan we daar pokeren, daar heb ik heel veel zin in. Ik eet daar ook en dan ga ik vanavond niet al te laat weer naar huis. Want het is toch zo'n 1,5 uur rijden. En morgen moet ik heel vroeg mijn bed uit. Ik ga morgen met Suus op stap. We gaan naar Martijn Nijhuis in het Mediapark in Hilversum. Maar Suus wil proberen of we ook nog het Top 2000 Café in kunnen. En dan moet je heel vroeg daar zijn om kaartjes te bemachtigen. Dus nou, Suus is sowieso een vroege vogel. Maar ik vind het niet eerlijk om haar dat te laten doen. En dan zelf pas veel later aan te komen kakken. Dus ik ga morgen heel vroeg de wekker zetten. En dan probeer ik hier om 7:00 denk ik weg te rijden. 7:30, 8:00. Moet er niet aan denken. Maar goed, dat gaat helemaal goed komen. Dus dat wordt helemaal gezellig. De hele middag zitten spelen. En er is hier één grote winnaar vooralsnog. Want na het eten gaan ze nog verder. Ik niet meer, maar zij wel. Die eerste keer, hè? Ja, is het geluk of niet? Iets met je moet een avond niet leren klimmen. Zullen we maar zeggen. Hè? Zoiets. Lekker bezig, Michiel. Dank u wel. Oh, en we gaan nu lekker eten. Genoeg. Zo, weer thuis. Gelijk even mijn pyjama aangetrokken. Want ik blijf nog heel even op. Het is nu 9:30. Ik denk dat ik uiterlijk 10:00 naar bed ga. Zo, ik weet niet wat ze buiten allemaal doen zijn. Maar morgen vroeg op. De wekker staat om 6:30. 6:00 zo'n beetje. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar goed. Ja. Het was gezellig. Ik was afgeleid door die toeters buiten. Heel irritant. Maar het was echt een hele leuke dag. Hun zijn nog verder gegaan. Maar omdat ik dus morgen zo vroeg op ben. Ben ik daar rond 8:00 weer vertrokken. Het is toch wel eventjes rijden weer terug naar huis. En ja, ik heb 6 euro verloren. Dus dat valt reuze mee. We spelen nooit om van die gigantische bedragen. En gewoon voornamelijk omdat we het heel erg leuk vinden. Luc had heerlijk gekookt, dus was echt superleuk. Nou, morgen wordt echt de vlogdag van dit weekend natuurlijk. Want dan ben ik samen met Suzanne dus dan, en Martijn als het goed is.
Dus dan wordt er aardig wat gevlogd. Dus voor nu ga ik het erbij laten. Ik ga nog even lekker 1 of 2 YouTube filmpjes kijken. En dan lekker naar bed. En dan zie ik jullie morgen weer. Waarom vond ik dit ook weer een goed idee? Ach, het is 6:30. Mijn wekker is net gegaan. Kan je het zien? Ja, daar. 6:30. Ik ben niet zo van het vroeg opstaan. Ik ga mezelf eventjes wassen, aankleden. Koffie erin gieten. En dan richting Hilversum. Ik heb wel heel erg veel zin in vandaag. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik moet gewoon nog even een beetje wakker worden. Nou, ik ben daar. Het is nog steeds fucking donker buiten. En het licht is echt heel slecht. Maar dat komt daar vandaan. En Suus! Zijn we al aan de beurt? Nee, nog niet. Ik sta hier nog maar heel even hoor. Dus. Die was er gewoon al een port voor zeker. Ik dacht dat ik op was. Maar goed, we wachten nu even op het tijdslot wat we graag willen. Want we willen natuurlijk eerst even langs Martijn. En dan gaan we daarna zeker aan de koffie. Nou, we zijn binnen hoor. En kijk. Oh, kan ik dat even goed laten zien? Jawel. 11:15 tot 11:15 hebben we gefixt. Hè? Ja, ik stond pas vanaf 7:15 in de rij hoor. Saiyan detail, het is nu 8:15 en we zitten nu aan de koffie. Dus we moeten dit hebben. Ja. En kijk wat Suus heeft. Wat zijn dat? Dat zijn knippertjes. Dat is een koekje en je kunt op mijn kanaal zien hoe die bak. Komt morgen online. Nou ja, voor jullie is dat al even een poosje terug. 31 december moet je even zoeken. Ik heb geen idee wat het is en wat het is. Ik ga het even proeven. Ja, we zijn er een beetje kapot gegaan door het reizen. Op de foto zei ik dat het op stroopwafels leek. Maar ik snap nu dat je zegt dat dat niet zo is. Maar, dat is ook niet. In het echt is het ook niet zo. Vies hè? Weet je waar ze op lijken? Nou? Op die horentjes, ijshorentjes. Ja. Lekker! Wij gaan even bakkie doen. Hier gaat het zo gebeuren. Ik ben benieuwd. En hier staan alle... Dat gaan we straks even doen. De politie is er ook. Ja, we worden goed beveiligd. Martijn is met een konvooi hier aangekomen. Maar we gaan nu eerst even hier naar binnen. Ik reageerde al naar Martijn. Oh leuk, jullie hebben alleen hoge tafels. Want kijk, daar staan allemaal staattafels. Nee, zegt hij, we hebben ook lage tafels. Hier. Maar hij was wel even vergeten erbij te vermelden. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk. Dat er een enorme drempel zit. 20 centimeter. Dus dat gaat hem ook niet worden. Maar goed, we hebben alsnog een plekje gevonden. Dus nu wachten op wat er komen gaat. En hier een beetje staan op te warmen. Jee! Oké, heel mooi. Dat betekent dat de andere mensen wel van mij komen. Hartstikke leuk. Uiteraard! Ik ben Martijn Nijhuis, nieuwslezer bij Radio 2. Die gek met al die shirtjes die elke uur wisselen. Ik ben hier een half uurtje, 3 kwartier om een vlogquiz met jullie te doen. Klinkt heel suf, is heel leuk. Ik heb ja, dat zijn er mensen die al eerder zijn geweest. Een mooie mok. Of dat je net als ze niks zou zeggen. Sommige momenten ben jij een soort poppenkast spelen. Ja, dat is zo'n kwartje wat wij ook hebben. Wij zijn de vlog aan het kijken. En deze twee heren staan ook in het gegeven om te kijken. Maar wij zien hem. Ik moet je net, hij is echt goed. Het is best één wit. Een première van een vlog met allemaal mensen erbij. Jeroen, mag ik een hartelijk applaus voor Jeroen Kijken de Beste. Oh, ook een vlogcamera. Hoi, ik ben Bianca. Ja, jij bent Bianca. Hoi, zij is Bianca. Is je batterij nou bijna leeg? Nee. En ik heb een nieuwe bij me, dus geen punt. Maar denk je dat het wel... Wacht, ik ga even vragen of hij wat zachter wil zetten, anders verstaan ze helemaal. Het is echt super. Ik doe ook net als jij elke dag. Dus, ik heb een beetje moeite met de hoogte, dat snappen jullie, hè? Oh ja, natuurlijk. Jullie hoofden zijn er. Is het beter? Of mijn hoofd. Ik
als het begint te bibberen, dan heb ik het niet goed als ik zo sta. Nee, maar we hebben cadeautjes voor je meegenomen. Een cadeautje? Heel benieuwd. Heel benieuwd. Nou, deze zit een beetje ingewikkeld ingepakt. Ik wou net zeggen, je maakt het heel spannend. Ik heb gevoel voor dit. Ja. Ja, er zit ook nog antifan omheen. Ja, dat scheelt. Wauw, de mokken ben ik wel mooi. Wow, die ga ik op mijn werk neerzetten. Ik van Carmen. Dit een beeld, wacht. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Leuk, echt heel leuk. Ik was even de camera opbouwen. Nou, we zijn binnen hoor. Ja, ik moet hier andere muziek onder gaan zetten, dus ik hou het kort, maar we zijn er. En hoe vonden we het? Ja, super tof, maar een half uur is gewoon niks. Je bent binnen en weer buiten, heb ik het idee. Echt, het is zo kort. Ja, het gaat nergens over. Ik heb onwijs trek, dus we gaan even ergens wat lunchen, denk ik. Hè? Ja, want ik ben om 6:15 van huis gereden. En ik om 6:30. En daarna hebben we niks meer gegeten, alleen nog wat gedronken. Precies. Dus, laten we dat inderdaad eventjes gaan doen. Ja. Drinken is eigenlijk ook geen slecht plan, want dat heb ik ook op. Bijna. Nee, ik ook niet. Heel lang niet meer gedaan. Nee. Nou ja. Dus dat was de top 2000 voor dit jaar. Ik vond het heel leuk. Het was voor mij voor het eerst dat ik in het café binnen ben geweest. Ja, maar ik denk dat ik dat volgend jaar wel weer ga doen. Want ik vind het wel echt heel leuk. En als je een beetje vroeg bent, dan valt het wachten mee. Want hoe lang was het nu, zei jij? 6 uur. Nou, dat bedoel ik. Ja. Daar moet ik dan iets minder aan denken. Want je kan je hier wel even vermaken, want ze doen het wel echt heel leuk. Ja. Maar om nou hier 6 uur om te banjeren, dat... Nou ja, wat je zou kunnen doen, is naar beeld en geluid gaan. En oh ja. Als je aan de beurt bent, beeld en geluid even uit, want dat kun je altijd weer in. Dat is wel open nu. Ja. Ja. Nou, het was in ieder geval superleuk. Volgens mij zijn dit backstage beelden van de vlog van Martijn. Die staat daar verdekt opgesteld. Precies, gaat even Carmen. Ik ken de vader van Carmen Stem wel. Want, toch, hè? Ja, en Martijn is er ook nog steeds gezellig bij. Precies, hallo! En Stijn is er ook. Ja, precies. Dat staat in de vlog van Martijn. En Martijn staat daar en die is nu boos. Ja, ik knip Carmen er altijd uit. Ik hoop dat hier iets mee kan. Ja, dit ga ik vast. Wij knippen er niet uit hoor, nee. Ik zei net al tegen Bianca, volgens mij wordt dit een vlog van 3 dagen. Ja, echt hè. Ja, ontzettend. Nu al. Ja, ik heb ook echt het gevoel als het om 3 uur 's middags is. Ik ben om 5:30 opgestaan. Oh ja, dat snap ik. Nee, het is echt super. Oh, even. Ja? Is het een beetje rolstoel toegankelijk? Het is goed te doen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, die ramp is best stijl. Dat is wel even een dingetje. En het is niet zo erg dat die stijl is, maar ik heb het idee dat die daaronder ook niet helemaal vlak is. Dus met deze wieltjes, als je dan een hobbeltje tegenkomt, word je gelanceerd. Grote wielen nodig. Ja. Maar het is veel beter dan verleden jaar. Ja, dus had je past in de houtsnippers. Verleden jaar lagen hier allemaal houtsnippers op de grond. Ja, dat is niks. Dat was geen doen. Dus voel je welkom als je een rolstoel zit. Oh, en mag ik nog een tip geven voor de spiegeltent? Nou, staan er alleen staattafels of tafels met een drempel voor zo hoog. Ach, stom. Ja, dat was ook niet aan. Nee. Tijn gaf net aan dat hij zijn auto achter de mijn had geparkeerd. En dat klopt ook wel. En dat hij, niet kan inparkeren. Nou, dat klopt ook wel. Ik ga eventjes doen alsof ik vlog voor mijn nieuwe intro. Dus ik denk dat vlog ik dan ook maar gelijk, want dan hebben jullie daar, dan voelt het wat minder ongemakkelijk, al is dit heel ongemakkelijk. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb het gevoel alsof het al zo wat avond is, maar het is pas 3:15. Jeetje, wat een lange dag, maar wel onwijs leuk. We hebben nog eventjes wat gegeten, Suus en ik, en toen zijn we ieder weer naar huis gereden. En daarvoor hebben we nog even met Martijn zitten kletsen nadat ik dat laatste stuk had gevlogd. Dat is ook echt een hele leuke vent. Ja, super tof. En hier zie je mijn... Nou, dat blijft een aandenken zolang die erop blijft zitten, denk ik.
En nu, zoals je het hoort, regent het hier. Dat was daar niet het geval. Ik weet niet of het hier al lang regent, maar nou. Maar door de regen even naar binnen en dan de rest van de dag niet zoveel meer doen, want ik ben moe, joh. Oh, 5:30 opstaan, gaat je die in je koude kleren zitten. Merry Christmas. Oh, en ik moet even mijn appgeluidje veranderen, blijkt. Maar ik denk, ik ga even kijken of ik gelijk heb. Maar ik vermoed... Ja hoor. Het is... Ik ben... Ik, zo, moeilijk. Ik ben thuis. Het was weer gezellig. Vraag het Suus. Superleuk. Ja, ik ga even antwoorden dat ik er ook ben. En dan ga ik naar boven. Lekker make-up eraf gehaald. Pyjama aangedaan. Het is inmiddels ook al donker. Het is... Hoe is dat? 6:30. Nu heb ik echt het gevoel dat het 11:00 s'avonds is. Maar goed. Net nog even met... Suzanne na zitten genieten. Het was echt een waanzinnige dag. Het was superleuk. Het was het vroege opstaan echt wel waard. Maar ik probeer het terug te kijken. Maar ik weet niet waar dat kan. Dus als jullie weten. En ik ben er inmiddels na een week nog niet achter. Of na een week. Wanneer gaan jullie dit zien? Woensdag. Het is nu zondag. Dus mocht ik er woensdag nog niet achter zijn. En jullie zien. Wat wou ik zeggen? Jullie weten hoe het moet? Laat het me even weten. Want ik vind het wel leuk om mezelf ook nog even terug te zien. Behalve op de foto's die mensen me gestuurd hebben omdat ze me gezien hebben. Dat was ook wel leuk. Maar ik zou het leuk vinden om het nog even terug te zien namelijk. Hey, ik zag net dat ik de 170 abonnees heb gehaald. Super tof. Misschien komt het dan al door vandaag. Doordat we bij Martijn zijn geweest. Er waren daar heel veel mensen die zijn... vlog ook volgen. En hij heeft ons een paar keer genoemd, Suus en mij. Dus misschien dat daar al door komt. Ik ben benieuwd. En met dit goede nieuws ga ik deze weekendvlog weer afsluiten. Dus dankjewel voor het kijken. Een hele fijne dag of een hele fijne nacht. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zo ja, doe een duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Want ik wil er nog veel meer dan 170. En dan zie ik jullie in de volgende vlog.